tijd, want er zitten violen in. En het was heel moeilijk om die zelf spelen te krijgen. Dus dit werd gezien als een wereldwonder in die tijd. Er zitten 3 violen in, mechanische vingers, een roterende strijkstok, papieren rol en hier ook nog een piano. En ze zeggen dat Leonardo da Vinci heeft geprobeerd zoiets in elkaar te zetten. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft Ludwig Hupfeld deze in elkaar gezet. Maar is wel leuk om erbij te vertellen. So, this is the violina from 1914. This was very groundbreaking for its time because it was really difficult to make violins self-playing. So this was seen as a world wonder in its time. And they even say that Leonardo da Vinci tried creating a violina, but he failed. Eventually, Ludwig Hupfeld was able to create this specific violina. We have 3 violins, mechanical fingers, a rotating bow, a paper roll as a program, and down here, a piano. Ik ga hem voor jullie aanzetten. So I'm gonna turn this on for you.